als je kampioen wil worden, dan moet je die motor vervangen. Klaar. Als je zelf heel snel bent, wat ik wel Niels schat. Wat ook nog eens betekent dat je de race van achteraan moet starten. Naar plek 10 rijden, dat is haalbaar in die 16 ronden. Sterke kant, hè? Op welke kant? Achteraan starten? Nee, onder druk. Everything seems to be working. It's shifting good. It's braking good. The clutch feeling good. Everything looks fine for the moment. Zeg je? Moet kijken hoe weinig plek er is om in te halen. Ja, niet normaal. Ik zie het licht niet eens. Moeten we de radioverbinding open houden, hè, de hele tijd, hè? Ja, dat is prima. Oké, Niels, I'm opening the channel now. 2 lights, 3 lights, 4 lights, 5 lights. Go, 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 go. You are on P18. P18. Wheels, safety car will come in this lap. Safety car in this lap. Zonde van de raceminuut, die werd van 10 raceminuten kwijt, terwijl het nu sneller is.
P11, P11. Het was een goed race, Niels. Het was een goed race. Ja, het einde was even spannend. Hij zei dat hij er echt hinder van had, dus ik denk dat hij gewoon krom staat. Gok ik. Waardoor hij ook uiteindelijk net even die tiende plek verloor. Ja. If you're sorry, you shouldn't overtake me. But okay, change positions in the results, then it's okay. Ja, 27 naar 11. Ik moet zeggen, het begin ging heel erg goed. Ik heb geen enkele fout gemaakt voor mijn gevoel. Slimme keuzes, slim rijden, slim inhalen. Uit de problemen blijven. De snelheid was ook goed, de auto was goed, de motor was goed. Ja, P11, weet je, daar kunnen we gewoon dik tevreden mee zijn. Zo, het gaat echt heel druk worden, de eerste bocht. Hoor. De eerste bocht is vrij krap naar rechts. Watch out, Niels. Eight. And then car number 14, also running well up there. Niels Langebelt is said to watch out for him. Investigation with car 27. You're doing right, all right. You're P6 now. Go, 16 minutes left to go. For fourth position on the road by Niels Langebelt. Niels Langebelt progressing, Harry approaching. Drive through penalty, car number 17. 5 minutes to go. And that's Niels Langebelt being given that absolute push up the rear, put sideways by Harry Prochit. Maybe if the officials want to have a look at that one as well, it was a blow up the left rear. Right, so no passing manoeuvre there. What's going to happen into turn two though? Great drive from P13 to P4. Good drive. Hartstikke goede start. Het ging allemaal vlekkeloos. Ik kwam in de sandwich. Moet ik erin blijven? Moet ik ertussen blijven? Ik denk ja. Als ik nu back-off ga, dan kunnen we weer van vooraf aan beginnen. De auto ging als een kogel. Toen achter de hessen. Ik denk ja, als ik het naar de safety car moet doen, dan moet ik het snel doen. Ik was beter op de remmen. Ja, en ik denk dat het een hele mooie actie was om te zien. Vooral omdat ik hem gewoon doorzette. Ik heb hem van tevoren met Herman besproken. Ja, dat is gewoon top, weet je. Gewoon hup, doen, daarnaast. Hij ziet me komen, hij weet het. En hup, afmaken die handel. Ik heb aangevallen, ik heb verdedigd, ik heb ze van me afgehouden. Ik heb geduwd, ik heb getrokken, ik heb alles in deze race gehad. Van 13 naar 4. Ik
ben fucking moe van het hele weekend. Het hele weekend is gewoon één grote rollercoaster geweest. Ja, net geen podium. Ik had hem wel verdiend, denk ik. Ik heb gewoon meer subscribers nodig op mijn YouTube-kanaal. Dus abonneren